Speciaal voor de echte doorrijders heeft Gerben een verwarmde jas en verwarmde broek ontwikkeld. Zakken de temperaturen rond de 0 graden, dan weet je zeker dat je met deze set het lekker warm houdt. Ik ben Paul van Motorkledingcentrum TV en dit is de review van de Gerben verwarmde jas en verwarmde broek. De verwarmingselementen bij de Gerben jas zitten eigenlijk over de gehele jas door. Zeker dus op de mouwen, op de borst, in de kraag en op de rug. Ik zal jullie nu laten zien hoe je de jas kan aansluiten, wat de aansluitmogelijkheden zijn en hoe je dat vervolgens weer aan de motor koppelt. Om te beginnen laat ik jullie eerst zien hoe je de handschoenen eventueel kan aansluiten. Dus mocht je een handschoen hebben van Gerben, dan weet je dat de aansluitingen van de handschoen bij de handschoen eruit komen. Die kunnen dan hier op aan worden gesloten. Gebruik die niet, berg je die gewoon weer op achter dat zakje. Dan heb je er ook geen last van. Uiteraard ook aan de andere kant kun je ook de andere handschoen op aansluiten. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat je de handschoenen direct op de binnenjas kan aansluiten en niet dat je nog extra kabels door de motorjas hebt. Ja, dan heb je hier aan de binnenkant van de jas ook twee vakjes. Eén aansluiting, dit is voor de handschoenen. De kabels die lopen natuurlijk door de mouwen heen en die komen uiteindelijk uit bij deze kabel. Deze kabel die kan je dan aansluiten op een controller. Je hebt een dual controller van Gerben. Die zorgt ervoor dat je eigenlijk de handschoenen apart kan regelen van de jas. Zo kan je de handschoenen iets warmer zetten of iets kouder dan de jas. Maar net wat je zelf prettig vindt. Gebruik je niet, berg je ook gewoon op. Heb je er ook geen omkijken naar. Daarachter zit het vakje voor de jas zelf. Deze kabel, die kan eventueel op een controller, kan je de jas regelen. En anders sluit je hem gewoon direct op de accu aan. De bijgeleverde kabels. Deze twee kabels die sluit je op de accu aan, de plus en de min. Deze komt uit de motor en die sluit je hier op de jas aan. En dat zorgt ervoor dat de jas gewoon verwarmd wordt. Er zitten ook een stel zekeringen bij. Het is eigenlijk een beetje afhankelijk van de motor die je hebt en de accu die erin zit, welke zekering je nodig hebt. Maar het staat omschreven welke je daarvoor moet gebruiken. Nou, voor de broek eigenlijk hetzelfde verhaal als de jas. Je hebt aan de onderkant van de broekspijpen ook weer twee ritjes zitten. Allemaal bij de broekspijpen natuurlijk. Daar kunnen eventueel de verwarmde sokken op aan worden gesloten. Zelf verhaal ook weer dat je hem gewoon hier aan de broek aansluit. In plaats van dat je nog kabels door je motorbroek hebt lopen. Sluit je hierop aan, heb je eigenlijk gewoon één warm geheel. Zorgt ervoor dat je de broek en de sokken gewoon daarin kan dragen. Hier aan de bovenkant heb je dan de aansluitkabel voor de broek. Hetzelfde verhaal als met de jas. Deze kan eventueel op een controller worden aangesloten, zodat je de temperatuur kan regelen voor de sokken en de broek. Of alleen de broek. En anders sluit je hem gewoon direct op deze kabel aan, die ook hier bij de broek zit. Als je goed kijkt, zie je hier de structuur lopen. Al die kleine baantjes, dat zijn eigenlijk de verwarmingselementen. Dat wil dus zeggen dat de hele broek gewoon je benen verwarmt. Waardoor je ze gewoon goed behagelijk houdt, ongeacht de temperaturen. Aan de onderkant van de broekspijpen zitten nog ritsen. Mocht je eventueel de broek over de laars heen willen trekken, dan is dat geen probleem. Of wil je bijvoorbeeld gewoon je laars aanhouden of je broek, dan rit je deze open. Dan kun je wat makkelijker in de broek instappen. Rit je die weer dicht, dan is het gewoon weer een mooi geheel. Aan de onderkant nog een klittenbandje. Dan kan je hem strak op de schoenen aansluiten. Dat zorgt gewoon voor dat het wat beter zit en niet dat het gaat kreukelen in je laars. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcentrum doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer op ons YouTube kanaal. Vond je dit filmpje nuttig? Druk dan op je duimpje omhoog. Ik ben Paul van Motorkledingcentrum TV en bedankt voor het kijken.